Ik vroeg het laatst aan mijn dochter van, kun jij lachen als een bouwvakker? En dat is een meisje van 14. En ze kan nog zo de best doen. Ho, 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 ho. Maar het klinkt niet als een bouwvakker. De longinhoud is anders. Het blijft een klaterend meisjesstemmetje. Zo heeft elk instrument ook zijn eigen karakter, zijn eigen stem. Je zoekt in een stem, in een instrument, net een aantal aspecten waarvan je denkt van, hé, daar wil ik iets langer naar luisteren. Die oude instrumenten hebben één aspect waarvan je denkt van, dat is enorm interessant. Dus maar een belletje, een flakkertje, een dingetje wat je hoort. En dat maakt het net interessant om wat langer naar te luisteren. Dat is waar je naar zoekt. Eigenlijk. Ik denk dat er heel veel geprobeerd is. Ik denk dat de minerale ondergrond, een onderschat ding is. En daarom heb ik me met name daarop geconcentreerd. Ik vind voor mezelf een aantal klanken makkelijker te beoordelen op een gitaar dan op een viool. Ik kan zelf makkelijker gitaar spelen dan een viool. Dus, ik heb een hele hoop gitaren behandeld met dat soort dingen om te kijken wat daar de klank in verandert en wat niet. Elke plek heeft sowieso altijd een andere klank. Deze heeft nog geen lak, alleen minerale ondergrond. En die moet nog gedeeltelijk opgebracht worden. Dus we zitten er middenin. De hals heeft nog helemaal niet gehad. Dit is een oude destilleerketel. Het gekke is, als je weet wat er allemaal in zit in in dat recept, zeg maar. Er zitten vrij veel metaaldelen in. En dan ga je denken, van, als er een alcohol gebruikt was, dan kun je een fles alcohol halen. Maar die is tegenwoordig gestookt in een roestvrij stalen ketel. En als je het zelf stookt, zitten daar sporen koper in. Dus ik vond dat je alles moest proberen. Wel geweldig. Het zijn van die mooie dingen.